Dames en heren, mijn naam is Joost en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Ark Survival Default. En dit keer zijn we weer gewoon terug in de base, want ik vond SOTF wel cool, maar ik wilde natuurlijk ook normaal Ark blijven spelen, dus ik had een voorstel. Wil je nou meer SOTF zien, maar als een soort van aparte kleine serie naast Ark? Klik dan eventjes op het i'tje hier, daar, rechtsbovenin, en stem eventjes op wat je het liefst wilt. Of er komt een extra serie van Ark SOTF, of ik wissel het even af met normaal Ark, of we doen het helemaal niet. Iets in de richting, stem eventjes op de poll, want ik ben even benieuwd hoe we dat kunnen aanpakken. Want het lijkt me op zich wel cool om daar wat mee te doen. Dus als jullie even willen stemmen, dan is dat helemaal cool. Maar voor nu zijn we eventjes terug in de base en er was een of andere bug of zo met Ark, I don't know, dat allemaal ramps weg zijn. Dus we hebben het weer een beetje geprobeerd te repairen, maar zoals het is niet echt gelukt. Zeg maar, de meeste ramps zijn vage reden verdwenen. We weten niet waarom, maar ik heb het een beetje gerepaired tot een zekere hoogte, zoals ik al zei. Anyways, that's that. Zodat jullie weten waarom we niet naar het volgende kunnen gaan in deze aflevering. Maar dat fixen we een andere keer. Want het is namelijk het paas-event, jongens. Het is paas in Ark Survival Evolved. En dat is natuurlijk heel vrolijk met paaseieren en paasazen en paaskippen. En wij gaan vandaag eventjes een paar leuke dingetjes doen die met paas te maken hebben. En als we zo eventjes hier naar beneden gaan, dan kan ik laten zien dat hiero in de cooking pot weer heel veel dingetjes zijn toegevoegd. Zo kunnen we paaseieren of paashaas oren maken voor dino's. Maar we kunnen ook een productable bunny costume maken. Dat betekent dat onze kangaroo een paashaas wordt. We kunnen ook de dodo rex summonen, wat niet echt heel nuttig is, maar het kan. Dus dat is dat. En dat is cool, wat we kunnen allemaal doen. Maar zoals jullie zien, om die dingen te craften, hebben we bunny eggs nodig. En bunny eggs die krijgen op een hele rare manier. En dat is van bunny dodo's en bunny oviraptors. En die lopen random rond, kan je niet temmen, kan je niet optillen. Maar die eieren moet je krijgen. En wij hebben dus een idee. Want ik kan ze eigenlijk niet optillen, maar er is dus een manier om het wel te doen. Dat is met van die grappling hooks. Dat is een gun die een tijdje geleden is toegevoegd aan de game. En met die dingen kan je ze wel optillen. En wat we dus willen doen is alvast een begin maken aan de dode hok, die ik al zoveel vaak heb beloofd aan jullie, om die dan te gaan bouwen. En dan daar eventjes dadelijk al die Easter bunnies in te doen en zo. Laat ik het zomaar even noemen. Al die Easter dino's. En dan kunnen we op die manier al die eieren gaan farmen. En als we dan heel veel eieren hebben, kunnen we misschien zo'n kostuumpje maken of zo. Dat is natuurlijk wel awesome, want daar is het hele Easter event voor. En het plan is dus om een grappling hook te maken en een dode hok. Maar voor een dode hok is het van belang dat we natuurlijk eerst even een plek zoeken. En natuurlijk een manier om te maken. En ik dacht, we hebben nog wat stone walls. We hebben ook wat metal walls over. Hoe kunnen we dat het beste doen? Dus ik ga even vragen. Oké, jongens, voor een dode hok, wat is het beste om te doen, Sean? Want ik wil hem eigenlijk Over het water heen bouwen. Of ergens anders. Maar zullen we daar metal voor gebruiken? Of gaan we dat gewoon met stone doen? Wat is het idee? Ik zou eerst zeggen van, wood of stone. Omdat het toch maar een dodo ook is. Ja, maar klopt. Omdat wij, ja, dat wil ik dus zeggen. Wij willen ook niet meer dat onze dodo's gaan doodgaan. Omdat andere mensen het leuk vinden om onze dodo's te killen. Want ja, ik snap wel dat jullie als kijkers het ook heel leuk vinden dat jullie dodo nog blijft leven. Dus ja, ik zat er even aan te denken dat we hem eigenlijk liever niet op het water konden doen. Want daar wil ik nog eigenlijk een ander projectje voor gaan maken. Sean heeft allemaal ideeën, allemaal wilde ideeën. Ik had hier ook nog een project, maar dat hier kunnen we hem neerzetten. Oké, ik zie daar trouwens onze Spino staan in de verte. Waar? Hij staat daar, bij de muur. Oeh, sexy. En ja, voor de rest is eigenlijk gewoon van, wat wil je het liefst? Ik denk dat ik hem wel een beetje dicht bij de base wil houden. Dus dat ik hem gewoon links van de base bouw of zo, naast de greenhouse daar al. Tegen de muur aan. Dat is nog goed, toch? Dat is ook een mogelijkheid. En gewoon meteen ernaast. Ja, precies. Oké, maar ik denk dat dit dus wel een mooie plek is om zeg maar een soort van dodenhokje te bouwen hier zo naast. Dus ik ga eerst eventjes de resources verzamelen. En dat is natuurlijk stone foundation. We hadden nog een paar stone walls. Ik denk dat ik toch wel van stone ga maken. We hadden nog wat stone walls. Ik denk dat ik 6 foundations nodig heb. 6 stone foundations en een shit iron walls. Dus ik ga even lekker naar beneden en ik ga dat lekker craften. Oké, there we go. We hebben 6 nu foundations, zoals ik al zei. En 28 walls die nog in de chest lagen. Wij gaan nu eventjes lekker dat dodenhokje bouwen. En we dumpen hem gewoon lekker hiernaast. I don't fucking care hoe die erbij komt te staan. Het maakt niet zo heel veel uit. We rammen gewoon lekker die foundations neer hier zo. En hopen dat het goed is. Ik denk dat we nog wel even een rampje moeten plaatsen. Maar dat is op zich geen probleem. Oké, laten we nu eventjes kijken voor die walls. Hoe ver we kunnen komen met dit. Eens even zien. Dit is voor nu goed genoeg. Ik moet nog eventjes. Oké, wat ik nu zo ga doen is, ik ga nog ceilings maken. En daarna ga ik van die puntdakjes maken. Omdat dat gewoon super cool is. En dan ga ik de deur maken. En dan is dat, dan wordt dit een mooi dode hok. Oké, jongens, wat we nu dus willen hebben is een schuin dakje. En dan wil ik een sloped stone. Of zullen we hem van wood maken? Ik denk dat het wel cool is als we hem van wood maken. Sloped wooden wall left. Sloped wooden wall right. En sloped roof. Oké, en wat we daarvoor moeten leren of we hebben is een hoop fiber, zie ik. Dus hopelijk hebben we nog wat fiber in onze chest zitten. Zo te zien wel, dus dat pakken we er even uit. En dan kunnen we, daar moeten we dus 2 van deze hebben. 1... 2 en 2 van deze. We hebben er niet genoeg. Wat komen we tekort? We komen wat hout tekort. Dus pakken we gelukkig wat hout. 6. There we go.
Oké, en als dit gecraft is, kunnen we beginnen met ons coole puntdak. Oké, nou moeten we eens kijken hoe we dit het best kunnen aanpakken, want we moeten natuurlijk ook wel op het dak komen. Eens even zien, we pakken eerst eventjes die ceilings. En die zijn natuurlijk van stone, zodat onze dodo's wel gewoon veilig in een laag van steen staan. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus zeggen we 8 en hop. En dan zeggen we 9 en hop. En we hadden ook nog eventjes een wall om erboven te plaatsen. Badding, badaboom, badaboom. Hoppakee. Die staan helemaal mooi, dus dit is klaar. Ziet er goed uit. We hebben hier een mooi dodenhokje. Ik moet hier nog even een rampje voor plaatsen, denk ik. Of misschien kunnen we het ook... Nou, ik ga het niet met de sloops doen, want die hebben we natuurlijk nodig om ons dak te maken. Maar we kunnen het dak niet even op, dus ik haal even snel een vogel of een dino. En we gaan eerst even via Dico. Oké, dankjewel Susanne dat je dit doet bij me. Susanne, luister naar je baasje. Dankjewel. Oké, let's see. 9. En nou, dat is al gewoon in één keer helemaal perfect. En dan hebben we nog even die andere nodig. Die doe ik even op 8. En die slaapplaatsen we natuurlijk aan die kant. Kijk eens aan, het ziet er goed uit. Hoppakee, we liepen er even overheen, want dat kan blijkbaar. Bam. Cool. Dat is mooi. Dan pakken we nu die rams. En ik zie zijn pootje, het pootje van Susanne streek echt gewoon volledig over de ding heen. Kijk, het mooie van die sloop op de roofs is, ze werken nooit mee. Ze werken letterlijk nooit mee. Dus dat wordt echt een uitdaging om die in één keer goed te krijgen. Het is even een kwestie van overal een beetje loeren. En dan lukt het op een gegeven moment wel, zoals je hier dus ziet. En nu wordt het dus lastig, want ik moet hem op dezelfde plek ook weer krijgen voor deze kant. En bam. Dat is echt zoeken om de beste plek voor die daken te vinden. Want het is echt super moeilijk om te plaatsen. Oké, en ik heb hem gevonden. Eindelijk. En boom. There we go, jongens. Dit is ons mooie dode hokje. Yo, Sean, wat vind je van een dode hok? Ik wou net zeggen, ik vind hem heel mooi. Maar we moeten er nog dodos in krijgen, je knuppel. We hebben toch hier een mooie deur. Daar kun je ze gewoon doorheen slaan, joh. Niet zo moeilijk doen. Bunny dodos. Die kan je met de grapplinghoek er vast wel intrekken. Niet zo moeilijk doen, Sean. Oh, ik wil ook aan. Je kan die grapplinghoeks kan je zeg maar naar je toe trekken. Dus die kunnen er makkelijk gewoon naar binnen getrokken worden. Oh my god. Als dat niet kan, is het stom. Het is wel heel sterk. We shall see. Dat is mooi, hè? Dat is mooi gemaakt. Ja, dat ziet. Wow, ik wil dit gewoon mijn head maken. Maar, bunny dodos. Ja, zullen we naar de volgende stap gaan om die bunny dodos te gaan halen? Ja, ik heb ook al iemand die ons gaat helpen. Oké. Dus dat is weer iemand erbij. Maar we hebben allemaal al een... Crossbow. Crossbow, dankjewel. Maar hoe komen we aan die? Hebben we al voor de grappling hooks? Grappling hooks. Ik weet niet of jij nog 40 Engram points hebt. Ja, ik dacht dat Nathan erachteraan ging. Nee, achter de resources, maar ik heb nog geen... Oké. Ik kijk even voor de Engram point. En de grappling hook is geleerd. Bam. Nice. There we go. Ja, als je even naar de smithy komt. Nou, we kunnen er al 4 maken. We hebben er ongeveer... We kunnen er al 13 maken. We hebben 10 per persoon nodig. 10 per persoon? Ja. Is dat zo? Waarom zoveel? Omdat je kunt ze maar 1 keer gebruiken. En wanneer je hem los, losmaakt van de dino of van de locatie, dan moet je een nieuwe maken. Ja, dat klopt. Dat wist ik. Als het goed is, maakt hij er nu precies 30. Ja. Ja, goed uitgerekend. Mathematics deze man. Mathematics met Joost, ladies and gentlemen. Ik heb goed opgelest bij wiskunde. Oké, pak allemaal even een stack van 10. Nathan, pak jij een stack van 10. Oké, dus wat je nu kan doen is de grapplinghoek aan je crossbow zetten. Ja, dat wist ik. Ik wil halen. Oké. Pak jij er eentje, Nathan? Pak die stack van 10. Oh yeah, dat ziet er cool uit. Kom, we gaan met z'n allen even eentje oefenen. Gaan we oefenen? Ja, oké. Dus ik weet niet of je de kijkers hebt verteld over dat onze beest half kapot is. Ja, ik heb ze verteld, ja. Oh, dan kunnen we meteen gebruiken om naar boven te gaan. Ja, okay, als het goed is, ik hoop dat het hoog genoeg is. Ja. Oh yeah. Yo. Oké, wacht, Nick. Wacht. Gewoon klikken is omhoog, toch? Ja, en rechter is omlaag. Oh yeah. Wacht, je aimt gewoon op het plafond, dit is right? Zo cool. Ja. Zo, nu kunnen we dus makkelijk omhoog. Ja, okay, cool. Alleen moeten we nu nog even gaan zorgen dat we goed landen. Maar crouchje is het... Is die detje? Unequippen, ja. Maar ik ga zo hoog mogelijk en dan detach ik mezelf, oké? Ik probeer het ook eens te crouchen, maar ik wil niet detachen. Oké. Maar je kan die zeg maar niet reuse. Ah, ik val op! Ik ben op Marvin gevallen. hoe ben je gaan detachen? Je moet op C drukken. Oh, natuurlijk op C. Ik dacht ook op shift. Oké, maar wat is ons plan? Gaan we gewoon op een vogel? We pakken allemaal een flyer. Een grote flyer of een kleine flyer? Het maakt niet uit, want wat we dus nu gaan doen, zijn de bunny dodels oppakken met een grapplinghoek. Ja. Of ja, gewoon neerschieten. En daarna gaan we op onze flyer zitten en dan vliegen ze automatisch mee. Oh, kan even iemand er komen even halen? Weggevallen? Ja. Wil jij Jake hebben, Thomas? Ik ga even op mijn PTE. Oké, dan ga ik wel op die healers. Ja, I found one. Ik heb er 2 gevonden. Nice. Heb je ze? Ja, hier. Oh ja, ik zie hem, ja. Hij heeft van die oren. Joost, hier zie je het. Ja, ja. Je mist hem volledig. Ik ben zo trots op je. Ik heb hem eraan, hoor. Nee, bij mij zit hij echt gewoon in de grond. Oh, wat? Oh, ik zie het. Wat? Nice, ouwe. Oké, wacht. Ik ga het proberen bij deze. Hé, hey, jongens. Dicht bij de base loopt een alpha. Nee, wacht. Niet doen. PX, nee, wat doe je nou?
Oké, ik heb hem ook. hij staat het achter me aan. Ja, oké. Ik ga tot naar base. Oké, wacht. Ik ga achter je aan. Ik heb een vriendje meegenomen. Jullie zien zeg maar die dodo's nu. Ik zie dat ding echt zo achter me aan bungelen. Dit is zo grappig. Huh? Huh? Kijk hem gaan. Yo. Ga erin. Ja hoor. Hij is binnen. Ze zijn mateboosted. Een mooi setje. Lego, we moeten meer females hebben. Oké, we hebben zoals te zien 1, 2, 3, 4, 5, 6 dodo's en ook nog een bunny overwrapped weten te vinden. En die zitten hier lekker te chillen. En dan moeten we eigenlijk gewoon echt wachten op die eieren, want dat gaat nog wel even duren. Jos, kijk achter je. Oeh. Is dat zo'n ei? Ja, kijk, hij is anders dan een normaal dodo-ei. Bunny egg. Inderdaad, deze is helemaal wit. Bunny egg, alsof een konijn in een ei leggen. Is dit grote ding uit die dodo gekomen? Yep. Dude, dat is fucked up. Wacht. Okay. Ik had ook een normale dodo egg. Laten we comparen. Oh, jezus. Oh, man. Rip je kont, ouwe. Rip je kont. Jezus. Maar ik pak hem op. Oké. Wat ik nu wil, wat je gaat doen, is mij gaat volgen met die bunny egg. Oké, blijf even hier, Nathan, oppassen dat er meer komen. Ja. We gaan naar beneden. Ja. Zet hier het bunny egg neer. Oh, hij is nog groter geworden. Oké, wat je nu kan doen is dat ding painten. Dat is wel vet. Hadden we nog paintingspullen? Maak je even. Dankjewel, Sean. Ik hoorde net van Nathan dat er nog een ei was, dus Sean, pak ook even lekker een eitje. Ja. Even lekker schilderen. Zo even zeiken. Oké, we hebben hier een ei en we gaan hem versieren. Zo, en de laatste paar stipjes op ons ei. En dan is hij klaar. Het is kunst. Het is echt heel mooi. Sean, wat vind je van... Wow, die van jou is helemaal ingekleurd. Jee. Damn, wat vind je van die van mij? Jou is artistiek en geel in één ei. Kijk, als je naar mijn JSS-logo kijkt die hier staat, ik heb hem verkeerd gemaakt. Ik heb hem goed gemaakt, kijk. Ik heb zeg maar de S'en... Nee, maar dat staat niet meer onder elkaar, Sean. Dat is oud. Dat weet ik, maar dit blijft old school. Oh, jij denkt gewoon, ik ga gewoon het oude logo doen. Oh, jij hier heb je wel het nieuwe logo. Of, nou, hier staat Sean. Okay. Mooi. Nou, ik heb mijn S'en verkeerd omgemaakt, maar het is kunst, Sean. We hebben twee mooi geschilderde eieren. Ja. Maar als ik hierin kijk, en die staat voor onze Protocticon Bunny Saddle kostuum wat we willen. We hebben 200 eieren nodig. We hebben er 2. How are we going to do that shit? Ter verbetering, we hadden er 2. Oh, die kunnen we niet meer gebruiken nu. I'm not sure. Maar ik vind ze wel mooi dan. Je kan ze demolishen. Ja, maar wil je dat graag doen? Ik bedoel, we hebben kunst. Nee, het is kunst. Deze dingen blijven hier eeuwig staan. Oké, maar we hebben nog 5 dagen, dus... Oké, dus het is gewoon een kwestie van wachten tot de dodo's eieren leggen. Elke dag online zijn, AFK's staan en eieren pakken. Oh, jezus. Oh, trouwens, ik heb een extra egg gevonden. En zou ik ook kunnen komen kijken? Ja, is goed. Wacht, we switchen zo wel even. Maar we kunnen in ieder geval wel bijvoorbeeld een Dino Bunny eerst craften. Die is 20. Of willen we in één keer voor de Procopterdon settle sparen? Ik wil natuurlijk wel een bunny Procopterdon. Maar ik wil zelf, of ik heb voor mijn nieuwe ding, mijn nieuwe Floris, die ooit nog gaat komen. Nee, grapje, ik heb het eigenlijk over de beven. Wil je de bever oren geven? Ja, kijk dan. Dat is wel geweldig, denk ik. Een bever met oren. 2 hours later. Joost. Ik heb weer extra eieren. Nice. Ik heb er 18, dus ik weet niet hoeveel Nathan er heeft. Want dan hebben we als het goed is bijna genoeg. Oh, nee, 3 in totaal. Dat coole oording. Heb je er 3? Nice, ja. G. Dan hebben we dus genoeg om die oortjes te maken. Dat is wel nice. Oké. Oh shit, alle dodo's zijn helemaal in paniek. Wat heb je gedaan met ze? Oh ja, ik drop ze wel. Oké. En dat betekent nu dat we er... Yes, we hebben er 21. Oké. Zullen we die oortjes maken, Sean? Voor jou een bever, toch? Ja, Nibble krijgt eindelijk oortjes. Ga je mee, Nathan, of blijf je hier? Ik wil eigenlijk wel mee kijken. Oké, cool. Let's go. En we even moeten wachten op deze eieren, maar we kunnen hem doen. De Dino Bunny Ears. Boop. Ik zei... Oh, light fire. En, wat? Je boop. Moet light fire hebben? Ja, je moet hem koken. Je moet de eieren koken tot oren. Dat is heel logisch. Oké. Ik pak hem wel uit. Yay. Oeh. Zou die andere Nibbler bij me houden? Make it beautiful. Oh my god. Hij is zo geweldig. Oh my god. Look at how cute he is. Oh wacht, weet je wat nog cooler is? Oh, ga hem verven. Nee, ga je de oren verven? Ja. Blauw, man. Ja, want dat past wel mooi bij zijn zadel. Hij heeft blauwe oren. Past mooi bij zijn zadel. Ja, maar je ziet niet echt meer dan het oren zijn. Nee, inderdaad. Het is een beetje vreemd. Ik vind het op zo'n cool. Het heeft wel iets. Maar nu moeten we dus nog wel flink sparen. We moeten in totaal 199 eieren sparen voordat we dat Procopterdon saddle kunnen maken. Maar we hebben 5 dagen de tijd. Ja, we hebben ook genoeg dodo's. Inderdaad. Dus volgende week zullen ze waarschijnlijk zien dat we dat ding hebben. Hoop ik.
Oké, jongens, nu onze nibbler koele oren heb, gaan wij op pad naar het volgende. En dat is een cave. En zoals je ziet, ik heb hier al een beetje een agendibbers armpje aan. En Nathan is helemaal kaal, of helemaal bloot. En ik heb een beetje mijn spullen gedopt, want we gaan naar nieuwe caves toe. Er zijn nieuwe caves toegevoegd, een snow cave en een swamp cave. En we gaan al even kijken wat het is, omdat ik best wel benieuwd ben wat het is. Ga je mee? Want ja. Ze zijn dus net toegevoegd, maar ik heb gehoord dat ze heel moeilijk zijn. Dus ik denk niet dat we ze helemaal uit gaan lopen. Maar het is gewoon meer uit principe. Ik wil gewoon even loeren. Die zijn hier. Oh ja, ik zie het. Ik wil gewoon even loeren hoe dat in elkaar zit, hoe die caves gaan werken. Dus ik heb de koorts van één cave. En dat is 29.3 en 32.1. Dus als je mij wilt volgen, Nathan, dan gaan we daarheen. Ja, ik volg je. Ja, ik zie ze. Oké, hopelijk. Laten we gewoon naar binnen vliegen, hè? Ja, die Argent valt. Op de hoop dat de Argent ons niet aangevallen. Ja, valt wel. Oké, holy shit. Oké, we kunnen best wel ver naar binnen vliegen. Oké, ik zie al meteen op mijn links onderin dat het echt super koud is hier, ouwe. Jesus. Hopelijk ga je niet dobbel. Jij hebt geen armor aan, hè? Maar jij hebt heel veel health. Ja, maar het gaat wel snel naar beneden. Oh, we moeten daar onder door kruipen, denk ik. Ja, maar ik denk ook dat we hier speciaal armor en shit voor nodig hebben, denk ik. Ja, ik denk het ook. Maar ik wil even heel snel een kijkje nemen voordat we doodvriezen. Dus ik laat deze even hier. Ja, je moet hier onder kruipen en staat hier direct in de 3 dire wolves. Oh, inderdaad. Shit, ouwe. Ze negeren hier volledig. Ja, ze zit ook vast. Oh my god, ziet hier fucking cool uit. Oh shit, dat is dope, ouwe. Echt, hè? Wat zijn al die beesten in het water? Oh, dat zijn mega piranha's! Kijk hoeveel mega piranha's! Yo, was die artefact... En gorilla's! Kijk al die gorilla's! Was die artefact in het midden? En al die pinguïns ook? Wacht, ik ga even kijken bij die artefact. Oh, ik heb mijn verder kijken niet mee, kut. Wacht, dude, dit zijn echt wat te veel. Wat als ik naar de overkant spring? Oké, spring jij naar de overkant? Ik kijk hoe je het doet. Oh, je hebt het gehaald. Kijk in de ding. Wat zit erin? Metal hatchet. Oh, oké. Okay. Dit is gewoon een drop. Ik wil eigenlijk even meegaan. Zullen we verder gaan? Of ik vries dood, ouwe? Ja, en daar zijn ook beds, dus... Oh ja, kom maar deze kant op, want anders overleef het niet. Oh ja, beter lopen. Nee, wacht. Schiet ze gewoon neer. Ja, jij kan niet kruitje natuurlijk. Oh, jezus, help. Ik ga neer. Oh shit, ze zijn level 240, Nathan! Level 300! Level 300! Holy shit! Oké, nou fuck it. Laat de spullen hier. Ze zijn veel te sterk. We vliegen gewoon weer naar huis toe. Anders gaan Jake en Helios ook weg. Oké, vlieg gone. We moeten snel naar het warmte toe, man. Het is echt veel te koud hier, oh. Ja, ik denk dat ik zelfs dood ga. Ik kan het niet zeggen. Oh, daar is warmte. Oh, dude, ouwe. Bats van 270. Ja, eentje was ook 300. Dat is insane. Ik ben weer veilig thuis. En ik heb niet alle spullen natuurlijk weer terug. Maar ik heb de spullen die ik achter heb gelaten hier, oh. Om veilig te bewaren, heb ik in ieder geval weer terug. Volgens mij heb ik trouwens wel Nathan's crossbow gepakt. Maar ja, die geef ik later wel weer terug. We gaan even kijken of misschien onze dodo's nog een eitje gelegd hebben in de tussentijd. Hey jongens, zijn jullie lekker aan het chillen hier? Hebben jullie een eitje voor mij? Dus je hebt alleen poepies. Maar voor nu beëindig ik deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Nathan, bedankt voor het meespelen. Is helemaal geen probleem, ja. En Sean ook bedankt voor het meespelen, ook al is hij al weg. En Emma bedankt voor het meespelen, ook al heeft ze geen fuck gezegd deze aflevering. En ik zie jullie volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Arx 5 Revolved. Later.